Welkom weer bij Toonbeeld. Vandaag zijn we te gast bij Park Stanislaus, waar vanmiddag het seniorenorkest van de nieuwe Koninklijke Harmonie uit Tilburg een concert geeft. In dat seniorenorkest spelen maar liefst 8 moeressenaren mee en vandaar onze belangstelling voor dit concert. Seniorenorkest zijn een aantal muziekliefhebbers die in de vrije tijd, omdat ze allemaal gepensioneerd zijn of in het fut zitten, muziek bedrijven. En ja, je kunt het met bejaarden gaan wandelen, je kunt van alles gaan doen, maar muziek maken zoals wij nu hier in Stanislaus doen, gewoon om die mensen in onze vrije tijd plezierig in de middag te bezorgen, ja, daar gaat het in feite om. We repeteren iedere week de omstandigheden, of hoe je het wil, is dat in Berkel en Schot. En daar repeteren wij in het muziekhuis. Dat is zeg maar bij boerderij Benissen. Er zijn een aantal mensen in het seniorenorkest uit Moresel. Kun jij een paar mensen noemen? Nou, die ik al heel lang ken, Klaas Mits natuurlijk. Die het is omdat ik zelf ook, ik denk zo'n bijna 30 jaar bij de harmonie ben geweest. Die ken ik dan ook van. Rien is ons helaas ontvallen, ook een vaste medewerker hier geweest. Maar dan heb ik nog even onze apothekeres, Jan Nefs, is er pas bijgekomen. Wie hebben we dan nog meer uit Moergestel? Hans van der Avoort en Nelly Kolen op saxofoon. Dion van Gorm heb ik net al verteld op saxofoon. Niet te vergeten, Tom van Gool. Met een maat op bariton, euphonium, eigenlijk. Het verschil is de maat van de beker. En dan hebben we het eigenlijk zo wel gehad. Dan tel ik er 7, klopt dat? 7, ja, nu zijn er 7 bij. En dan onze apothekeres, die is niet aanwezig, maar er zijn er 8. 8 uit Moergestel. De meeste hebben, denk ik, neem ik aan, een muzikaal verleden. Want ik neem aan dat je die als beginneling in het seniorenorkest terechtkomt. Wat is jouw muzikaal verleden? Mijn muzikaal verleden ligt hier eigenlijk in Moergestel. Ik ben, omdat ik muziek maken leuk vond, heb ik een trompet aangeschaft en ben ik begonnen en ben bij de ambiance gekomen. Daar heb ik een jaar of 10, dacht ik, meegespeeld. En omdat dat voornamelijk met carnaval, of heel veel met carnaval was, dacht ik van iets anders wil ik er ook wel bij doen. En toen werd dit seniorenorkest opgericht en dat las ik in de krant. En toen heb ik me daar aangemeld en toen ben ik van het begin af aan
ben ik hier bij dit seniorenorkest dus bij geweest. Inmiddels overgeschakeld op bariton en dat gaat goed, dat bevalt me beter. Nou ja. Als er nou mensen zijn die graag met zo'n seniorenorkest mee willen spelen, is daar nog ruimte voor bij jullie? Ja, er is best wel ruimte zeg, in die, laten we zeggen, secties waar plaats is. En ik denk dan met name aan bijvoorbeeld klarinetten. Daar is best nog wel plaats voor nieuwe muzikanten. Meteen toen ik jou zag staan, want mij is over.